de Anolis eieren, jongens. Ja. Het is natuurlijk heel anders dan de vogel-ei. Vogel-eieren zijn echt heel hard, van echt zo'n harde schaal. En dit is een beetje rubbelachtig. Hey, Noelle hier, jullie videoranger. Zoals je ziet sta ik in onze prachtige mangrove. Maar waarom ben ik hier? Er is een nieuw reptielensoort hier. De Alison anolis. Volgens mij spreek ik het goed uit, de Alison anolis. En wij hebben deze reptielensoort succesvol gekweekt. En ik heb afgesproken met dierenverzorger Juri, die dus achter de schermen mij deze kleine baby reptielen nog gaat laten zien. Want ze zijn dus nog te klein om hier te worden uitgezet. Dus dat komt pas over een tijdje. Dus ik ga jullie nu meenemen achter de schermen bij de mangrove. En in één keer sta ik hier met dierenverzorger Juri. Ja, die kennen jullie al lang ondertussen. Ja. Na al die video's, Juri. Ja, al behoorlijk wat. Waar neem je me vandaag mee naartoe? Stiekem we gaan de anolis zoeken. Oké, en het is een Alison anolis. Ja. En dat is een nieuw reptielensoort. Ja. De mensen kennen natuurlijk wel de anolissen van de bush, dat zijn die marmeranolissen. Ja, ja. Nou ja, dat het is in ieder geval dezelfde familie, maar het is dus net een andere soort die beter past in het Belize verhaal hier. Oh, oké. En die ook in het wild voorkomt in, echt in Belize, ja. Midden-Amerika? Ja, ja, ook echt in Belize zelf, dus hij hoort hier helemaal. Alleen zijn er nou pas 10, dus daar moeten we ze nog even echt zoeken. Ja. En dan zullen we ze dadelijk gaan kijken bij onze kweek achter schermen, omdat we wat meer willen in de hal. We moeten goed zoeken. Oké, ik volg jou. Ja. Wow, wow, wow. Hier gebeurt van alles. Komt dat niet zo te voorkomen bij je? Zeker. Ja, zeker wel. Ja, van buiten naar binnen. Dus daarom slaat mijn camera eventjes. Ja. Maar dat komt wel weer goed. We gaan hier naar boven. En als het goed is kunnen we dan echt mooi van bovenaf de planten in kijken waar ze echt het meeste zitten. Er zijn wel anolissen die echt hoog in de bomen, die komen haast niet op de grond. Dus ze leven echt hoog bovenop de blaadjes en daar zoeken ze ook hun voedsel en zo. Dus we gaan even zoeken. Het is wel warm hier, zeg. Ja, laten we de jas maar even uit. Ja, ik ga wel mijn jas even uit. Oké, de ladder op. Wow, ik moet het even laten bezinken. Je hebt wel een mooi uitzicht. Jeetje, kijk even. We staan echt tussen de planten. En ik zie hier ook echt achter de schermen vlinders. Ja, ik zag een zeekoe. Oké, waar zitten die anolissen? Vooral in deze bomen hier. Dus de mensen die dan normaal gewoon door de hal heen lopen, die komen bijna het droge bos in. Ja. Dus als je de poppenkast voorbij bent, daar moet je eigenlijk het beste gaan zoeken. Want dan zitten ze hier dus hoog in de bomen. Daar staan wij dus eigenlijk naar boven. Ja. En hier heb je dus een banaan en een kokospalm daarachter. Oh, en daar zitten ze eigenlijk het liefste in. Dus nou moeten wij gewoon goed gaan kijken of we iets zien bewegen. Ja, oké. Want ze zitten daar gewoon heel rustig en ze zijn echt heel lichtgroen, de vrouwtjes. Heel lichtgroen, zeg jij. Oké. De mannetjes zijn heel mooi blauw kopje hebben ze als ze echt helemaal mooi op kleur zijn. Ja. Dit zijn onze kweekbakken. Dus we hebben hier een koppeltje. Kijk, daarachter kun je er alleen zien. Je hebt daarachter een hele scheve tak, daar zit die eigenlijk bovenop, het mannetje. Nou, hier leggen ze eigenlijk de eieren in die plantenbakken. Dus ze zoeken echt die vochtige grond op. Mm-hmm. Of in zo'n holle bamboestangel die erachter zit, zo'n hele grote. En dan halen wij eigenlijk de eitjes eruit. Dus het vrouwtje legt eigenlijk alle twee eitjes bij elkaar. Mm-hmm. En dat duurt dan 50 tot 60 dagen voordat het uitkomt. Yeah. En dan komt een heel klein minuscuul anolisje uit. Ze zijn al helemaal compleet. Maar je zegt dat dit nieuwe anolissen zijn, Juri. Maar zijn ze dan jong? Of zijn ze ergens vandaan gehaald en hier gewoon Wij hebben ze uit andere dierentuinen. Dus we hebben een groepje uit Beauval gekregen in Frankrijk. Ja. En een groepje uit Tsjechië. En dus dan bekijken we eerst van, nou zijn ze al groot genoeg. Maar er waren dus wat verschillende leeftijden. Dus dan wachten we eerst van, ze moeten een beetje wennen natuurlijk ook aan de hal. En er zijn dus al eieren? Ja, die liggen hier. We hebben hier een mooie couveuse. Deze hebben we gekregen van de Rijnstaten hier in de buurt. Die zijn dan afgekeurd voor, dit is normaal liggen hier kinderen. Dus het is een hele... Echte kinderen? Ja, ja, gewoon echte couveuse. Dus het is eigenlijk ideaal, want je kunt alles instellen. Temperatuur, luchtvochtigheid. Dus het werkt allemaal prima. Super handig. En dan leggen wij ze in vermiculiet, noemen we dat. En daar staat dus ook hoeveel graden het is. Ja, nou alles goed in de gaten. 30. En hier liggen ze. De anolis aeruleus. Ja. Het is natuurlijk heel anders dan een vogel-ei. Vogel-eieren zijn echt heel hard, van echt zo'n harde schaal. En dit is een beetje rubberachtig. Ja, rubberachtig. Ja, je kunt ze ook echt indrukken. Het beweegt helemaal mee. Okay.
Nou ja, hier is het optimaal, dus die komen we binnenkort uit. Nou, laten we maar snel weer dicht doen, want dan... Oké, dus die 10 anolissen komen uit een andere dierentuin. Ja, 2 verschillende. Maar zijn nog wel jong genoeg om hier groter te worden. Ja, ja, en dat kan ook wel met volwassen dieren, maar ze moeten gewoon een tijdje wennen. Ja. Dus dan gaat het gewoon goed. Alleen omdat het zo'n klein groepje is, dan kan natuurlijk van alles misgaan. Dus daarom hebben wij gekozen dat we achter de schermen gewoon wat doorkweken. Dus daar zitten nog 2 koppels. En ook al wat jong spul. En we hebben hier ook al de eerste jongen afgelopen jaar gezien. Dus als wij volgend jaar zien dat het hier gewoon heel hard gaat, net zoals in de bush straks, dan kan gewoon alles hier los en dan kunnen ze gewoon hun eigen gang gaan. Ja, want als je heel goed kijkt in de bush, kom je eigenlijk veel meer anolissen tegen. Ja, er zitten er heel veel en daarom zie je ze ook zo goed. En hier zijn er maar 10, dus daarom moet je wat beter zoeken nu. Maar straks, over een paar jaar, is het natuurlijk ook zo erg als het goed is. En dan zie je ze overal. Ja, dat is een beetje het doel. En we hebben er al een paar uit. Die zijn al uitgekomen en die zitten in dat bakje. Oh, die zijn wat oud. Ja, hier zit een heel jong aan deze rand. Ja. En dat zijn al wat oudere dieren, die zijn al een maand oud, denk ik. Oh, dat zijn echt minis. Je kunt nou nog heel moeilijk zien of het mannetjes of vrouwtjes zijn hoor. Maar dit is een beetje, ze hebben nou eigenlijk allemaal de kleur van het vrouwtje. Dus ze vallen nog helemaal niet op. Lichtgroen dus. Ze moeten ook niet opvallen, want anders worden ze opgegeten als ze worden gezien in het wild. Waarom wil je anolissen in de mangroven? Nou ja, we willen natuurlijk, dat is het ecosysteem, we willen daar natuurlijk laten zien hoe het in Belize, waar wij ons natuurgebiedje hebben, hoe het daar echt is. Nou ja, dat is niet alleen maar vlinders of alleen maar zeekoeien, daar hoort natuurlijk heel veel meer bij. Ja, van de kleinste dieren. Van de kleinste dieren tot aan hele grote. Dus we willen het rustig aan. Je kunt niet alles in één keer zo erin poffen. Nee. Dan gaat het ook mis. Dus je moet nou rustig aan op gaan bouwen. Dus nou beginnen we rustig aan met de kleine reptielen. Misschien kunnen we op een gegeven moment naar grotere reptielen. Naar, denk aan iets van een leguaan of zo. Maar dus we moeten rustig aan opbouwen. Ja. En dan op een gegeven moment wordt het echt een stukje natuur. Ja. Ik heb ze nou mooi zien. Ja, ze zijn dus nu zo. Over hoe lang worden zij vrijgelaten in de mangroven? Sowieso pas doen we dat in het voorjaar, want nu wordt het natuurlijk ook in de hal wat donkerder. Dus dan kunnen ze wel heel kort hun prooi zoeken. Ja. Dus ik denk gewoon voor het voorjaar. Dus dat is nog een paar maanden wachten. Ja. En dan zijn hun ook mooi groot en dan worden ze ook niet meer opgegeten door hun soortgenoten. Nee, en tot die tijd blijf je wel hier. Ja. Dus denk jij, Joey, dat als mensen gewoon goed kijken in de mangroven, dat ze echt... Ja. Ook anolissen. En dan nu vooral als mensen het graag willen zien, dicht bij de poppenkast, staan 2 hele grote bomen. Als je daar gewoon rustig onder gaat staan op een zonnige dag, dan zie je ze vanzelf al bewegen. En de poppenkast, dat is waar de poppen hangen van de nieuwe vlinders. Ja. Dus die nog uit moeten komen. Iedereen komt er langs als je de route komt die route inderdaad tegen. Ja. Alright, oké, super bedankt voor al je mooie anolische kennis. Ja, graag gedaan. Ga ze zelf ontdekken, zou ik zeggen. En laat in de comments weten of je ze een keer gezien hebt. Misschien niet in de mangroven, maar misschien in de... In de bush zijn sowieso anolissen, maar dat zijn warme anolissen. Oh. Die zijn iets minder mooi gekleurd dan deze. Ja, oké. Die zijn wel anders. Ja. Maar ook wel heel ook leuk. Cool als je ze ziet. Ja. Oké. Dus laat het achter hier in de comments. Dan hopen wij dat je dit een leuke video vond. Doe een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En tot volgende week. Doei doei!